Wat is hier gebeurd, zeg? Ja, de deur. Oh, hemel. Nou, hier slapen wij. Bent is gisteren... Ik weet niet wat hij gedaan heeft, maar volgens mij zocht hij een broek of zo. Heel raar. Het is best knap om hier een broek te krijgen in je kamer eigenlijk. Het wordt gewoon 2 keer per dag schoongemaakt. Ik zet die bordjes even voor de deur aan. Bent, die oude hoer, die heeft weer allemaal kaartjes. Wat is dit dan? Holly Vos. Pure Management. Light. Nightclub at Bellagio. Chris Coletta. VIP Access. Moonshine. Treasure Island. Huh? Ga dat met Jacob spelen? Ja, wel goed. Online gaat goed. Hoeveel speel je? Wat zeg je? Hoeveel speel je ongeveer? 1 miljard, 2 miljard. Tegen Bill Gates. 30-60 limit. Dus dat gaat. Noah speelt 100, 200. Dus om een indicatie te geven. Dat is wel pittig. Maar omgezet in geld of wissel? Ja, je kan $1,000, $2,000 per dag verdienen. Of verliezen, natuurlijk. Het is niet altijd feest. Dus ja, kan er goed van eten. Het is niet gratis om hier te slapen. Mooi broekje. Ik ben een beetje spannend. Ja, spannend. Ik zie het wel. Ik kan het niet, dus niks te verliezen, toch? Misschien kan ik het opeens wel. Denk het niet. With you on them, unless you want me to put your hand, my hand on your palm. You guys are out of here. It doesn't mind. I don't mind at all. That's why you came do for. Do whatever you have to do. On film, see, this is for my husband, right? Okay, I'm ready. We won't show him. He's probably watching us. Yeah, for sure. God. So what is it? Did you guys just film? Nope. Het wordt gewoon een. Het wordt gewoon gips. Van hier zo'n video, skip. Because you know what? I think you guys are supposed to talk to somebody before you bring the cameras up here. Until they come and talk to us. Ga gewoon lekker in de sneeuw poppen. Lekker dit living. Champ, this is the champ. Nou, hij is lekker stuk. The legend. Lekker sport, that big? The Dutch legend. What? Hoe ken ik Charles? Hm? Hij kwam op een dag aanlopen. Ik heb hem op internet leren kennen, een jaar of 3-4 terug. Toen ik even op internet speelde. Dus dan leer je een beetje goede spelers kennen. Chat je met elkaar op MSN. En zo leren we elkaar kennen. En hij was een goede speler. Grappige jongen, heel veel humor. In ieder geval, met chatten werd hij altijd helemaal gek. Dan kan je echt lachen. En toen kwam hij naar Amsterdam vorig jaar voor het toernooi en toen zijn we gewoon, ja. Sindsdien loopt hij een beetje met ons mee, als hij in Europa is. Dus dat is een beetje de Benjamin, hè. Dat zal hij altijd blijven, toch? Hoe oud is hij? I said you're the Benjamin and you're gonna probably always be the Benjamin. Yeah, no comprende. No comprende. Hoe oud is hij is 18, dus hij mag de komende 3 jaar nog niet eens in Amerika spelen. Dus als hij toernooien wil spelen, moet hij in Europa meedoen. Dus dan komt hij hier naartoe om te oefenen. En, ja, om gewoon een beetje een beetje in Europa rond te kijken. Maar goed, dat is wel redelijk talent als hij zo jong al... Ja, hij speelde dus op zijn 15e al, dat het helemaal niet mag op internet. Hij speelde dus op zijn vaders account of zo. Dus hij was er vroeg bij. Waar ga jij zitten? Aan de kant zitten. Ja. 12,50 voor met alles op en aan is echt niet. Het kan bijna niet. Wat? Weet je hoeveel het is? Wat? 12,50, een appartementje. Appartementje, hoeveel betalen we voor dit appartementje dan? Nee, maar gewoon, dit is via een makelaar, dit is niet via een reisbureau. Makelaar met spullen en tv's en alles erin. Ja. Nou, dat wil ik nog eens. Kan opeens wel. Jij mag gelijk mijn appartement in Amsterdam huren, nu, voor 12,50. 2 maanden proberen we het. En dan niks gaan vinden en nu heb je wat gevonden.
Moet ik het nog gaan zien? Ik wil het ook wel zien. Iris zei wel dat er eentje vrij stond daar. Nou, laat dat om zijn. Iris betaalt echt geen 12,50 per maand hoor, dat kan ik je wel vertellen. Nee, maar die huurt gewoon voor langere tijd. En er kwam gewoon niks in de ding. Zat gewoon, ja, maar dit is ook weer zo, eigenlijk zo'n appartement voor langere tijd. Maar we lullen wel weer zo dat het 4 maandjes... Ja, 4 maanden is, man. Toch? 3? 4, want september is toernooi hier. Augustus, september. Ja, september is weer toernooi. Snap je? Snap even. Maar dan gaan we ook maar even een Spaans cursusje er tegenaan gaan. Had je toch echt wat Spaanse wijven mee? Je kan niet 5 maanden mejor blijven roepen, hoor, vriend. Oh. Oh mijn god. Oh mijn god. Rob zei dat het een goede speler was tegen wie ik moest. Hoe heet hij ook weer? David of zo? Ja. Je kent hem, je hebt hem misschien ook wel gezien in Bellagio. Wat een hit, hé. Ja, het is niet eens mooi weer. Maar dat is het erge. Het is gewoon, als die wolken er zijn, wordt het alleen maar benauwder hier. Ja. Gewoon hoe meer je richting de zee rijdt, hoe beter de lucht wordt. Het is gewoon een soort Blijburg, het strandje daar.